Kijk jongens, we zijn onderweg. Ik heb de winkelkar bij me, of de winkelkar de... Ieder is 4 maandjes en dat betekent... Hij kan zijn hapjes eten! Maar ik zat dus bij een taxichauffeur in de auto en hij zat heel de tijd op zijn telefoon. Terwijl hij aan het rijden was. Ja, ik vind het echt onverantwoord met een kind. Nou, vrijdag was ik er niet. Dat komt omdat ik zo gestrest was. Het voelt wel illegaal om bij jou in de auto te zitten. Dus je rijdt echt als een of andere losgeslagen drijver. Ik rijd super goed. Hey jongens en welkom. En leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Het is tijd voor komen. En het tijd voor gaan. We gaan nu weer naar huis. En ik voel me echt... Aedens pakezel. Echt waar. Hier heb ik dus een tas met zijn draagzak en dat matje voor een vliegtuig. Aan de andere kant is een luiertas met allemaal extra kleren, luiers, alles. Mijn eigen tas. Dan heb ik ook nog die kinderwagen en 2 koffers. En daar is onze grote vriend. Nappy time. Ik heb maar 1 koffer. Ik heb 1 kilo zeg man. Hey jongens, daar ben ik dan achter de camera. Ik zal jullie wat grappigs vertellen. Ik had net de huurauto ingeleverd. En ik doe altijd even een dubbelcheck voordat ik de auto verlaat. En wat vind ik? De vlogcamera. Dus ik zat nog te twijfelen. Zal ik hem laten liggen of zal ik hem voor Vonneke meenemen? Ik heb er toch voor gekozen om hem mee te nemen. Maar ik ga niet tegen haar zeggen dat ik hem heb. Pas in Nederland. Ik ga zeggen, ik zou niet weten waar die is. Maar het is even om haar een goed lesje te leren. Dat ze altijd even achterom moet kijken voordat ze de auto uitstapt. Ik ben nu hier in Antalya. Nog een paar laatste dingetjes kopen. Bij de winkeltjes. Hier bij de winkeltjes hier in Antalya. Het... even te denken hoor. Toeristenseizoen is een beetje afgelopen hier. Maar de prijzen zijn er niet om veranderd helaas. Maar ik ga nog even een paar dingetjes halen hier. En dan ga ik terug naar het hotel, mijn broertje wakker schoppen, want die slaapt nog. En dan mijn koffer inpakken. Dus dit is gewoon een kleine vlog takeover jongens. En ik heb jullie ook trouwens lang niet gezien. Dus het werd er weer toevallig even weer tijd voor. En op het juiste moment vind ik de camera. Dus dat is toevallig. Kijk eens. Even kijken wat ze hier hebben jongens. Misschien een mooi truitje of zo. Ja jongens, we zitten nu in de taxi onderweg naar het hotel. Ik ben hier met mijn brother from Antalya. What's your name brother? Mehmet. Mehmet, I'm here with Mehmet from Antalya. So when you are in Antalya, you travel with Mehmet for transfer to the hotel. Hij brengt me nu naar het hotel en dan ga ik mijn koffer inpakken. Ik heb een paar spullen gehad. Ik heb voor een klein... ik dacht dit vind ik wel schattig. Een klein Jordan setje voor Aeden gehaald. En kijk hoe dat hem staat. Kijk, nu filmt die Denzel. Kijk jongens, we zijn onderweg. Ik heb de winkelkar bij me. Of de winkelkar, de wagen van Aeden bij me. Voor elkaar 2 meegenomen. 1 te veel natuurlijk. En die mocht ik weer mee terugnemen. Dus iedereen kijkt me raar aan, want ik loop met de kinderwagen zonder kind. Grappig hè? Het is hartstikke druk hier. Jongens, het is zover. Aeden is 4 maandjes en dat betekent... Hij kan zijn hapjes eten! Nou, ik ga nu Aeden zijn eerste hapje maken. Ik zat te twijfelen, wat ga ik maken? Ik wil eerst zoete aardappel doen. Maar ik ga nu voor appel met banaan. Dus ik ga het eerst laten stomen, dan blenden. En dan gaan we zijn eerste hapje maken. Ik heb ook warmtegevoelige lepels gehaald. Dus let's go. Dit pakje is ook zo schattig. Gebreide setje. En zijn slabbertje van Burberry. Is goed hè? Gaan we eten? Hey, eerste hapje. Eerste hapje, boy. Hey. Go eat it. Nou, ik heb dus appel en banaan gedaan voor zijn eerste hapje. Dit apparaat heb ik dus bij Amazon gehaald voor €150 volgens mij. No sponsoring, helaas. hadden ze me maar betaald. Maar deze heeft dus best wel veel functies. Het desinfecteert zichzelf, het maakt het schoon, stomen en ja, pureren, zeg maar. Dus ik ben benieuwd. Ik heb het 10 minuutjes laten stomen. Daarna ga ik het blenden. Ik ben ook helemaal verliefd op mijn pyjama. Meestal is die heel kort, maar deze is dus echt vet lang, zoals je ziet. It's giving Dima vibes. Oké, het fruit is gestoomd. Dan heb je hierbij ook zo'n mixertje. Ik ga het nu overzetten. Oh my god, ik was zo excited. Oké. Het ruikt niet echt bepaald lekker. Maar gaat hij niet? Oh, yeah. Oh. Oh my god, het is al klaar. En het smells bassin. Oh, kapotspam. Nou, benieuwd hoeveel die ervan gaat eten. Het is nog best wel heet. Maar de lepel verandert. Dus dat betekent dat het nog iets te heet is. Dus ik trouwens ga bij de Kruidvat. Echt handig. En ik ga dit gewoon zelf eten hoor. Ik vind het echt lekker. Nou, ik ging dus in de taxi en ik was dus met mijn kind. En die moest ik elke keer dus in en uitklappen, in de auto zetten, blablabla. Was wel echt een gedoe hoor. Maar ik zat dus bij een taxichauffeur in de auto en hij zat heel de tijd op zijn telefoon. Terwijl hij aan het rijden was. Ja, ik vind het echt onverantwoord met een kind, een baby achterin. En ik zei heel de tijd van, hey, can you don't text and drive? I'm my baby, blablabla. Ik heb het misschien 3 keer gezegd. Maar hij kon ook geen Engels. Hij kon alleen Turks. Veel Turken hebben dat. Dus op een gegeven moment, ik dacht van oké, ik ben nu dicht bij het hotel. Als ik nu eruit word gezet, dan weet ik de weg nog naar mijn hotel. En toen zei ik, ja, ga allemaal naar Koyum, Sikter Gidelan. Ja, toen was het wel echt, hij begon wel echt heftig terug te schelden. Yeah, was many. Tikke, tik. I'm in the midnight. Ik ben het broertje van deze ding. Red ik het TikTok. Je bent zo harami, dat wil je niet weten joh. Ja, ik weet het. Voor de mensen die me het elke dag vragen, Noordin is geen Marokkaan. Maar wat ben ik wel? Laat het weten in de comments. Wat denk je? Hij is gewoon Indo, doe niet interessant. Hij is kwart Indonesisch. Je weet gewoon die Nederlanders die zeggen... Ja, ik ben ja, okay, heel ik snap het, ik ben Tata, maar als ik tegen mensen zeg ik ben Nederlands, dat is het eerste wat ze vragen. Maar waar kom je oorspronkelijk vandaan? Weet je wel, dus ja, ik snap het. Als je zegt, je lijkt wel gewoon op iemand die gewoon volledig Indo is. Ja, dus daarom zeg ik altijd wel, want ik ben kwart Indonesisch. Omdat... Ja, maar dan kan je gewoon beter zeggen Nederlander. Nee, maar dan zeggen ze nee, je bent niet Nederlands. Nee, maar als je kwart Indo bent, dan ben je gewoon... Je bent dus niet kwart Indo, je bent of Indo, dat is namelijk gewoon een mix, of kwart Indonesisch. Ja, ik begrijp er niks van. Indo is in Nederland. Indoor Kemal. Ik ben helemaal weggewaaid joh. De video is dus de bovenkant van mijn camera kwijtgeraakt. En daar zat dus mijn microfoon op. Dus ik weet niet hoe het geluid nu klinkt. Als het slecht klinkt, I'm very sorry. Ik ga binnenkort even snel een nieuwe halen. Maar nu heb ik er even geen tijd voor. Net Aeden afgezet bij de opvang. Oh mijn god, vind ik nog steeds echt moeilijk hoor. Maar ja, uiteindelijk moeten ik en Daf ook gewoon weer werken. En hij gaat gelukkig maar voor 3 uurtjes hè. 4 uurtjes en dan wordt hij rond 6 naar huis gebracht. En ik ga nu naar werk. Ik heb voor het eerst eindelijk een beetje eten zelf gemaakt en meegenomen. Want ik begin weer dik te worden. Ik moet ook weer sporten. Het is gewoon allemaal even te veel wat ik allemaal moet doen. Maar ik wil van de volgende week wel weer gaan sporten. Want die kilo's vliegen langs mijn oren joh. Nou jongens, ik heb net mijn haar even snel gedijsend. Ik ga nu naar werk. Ik heb lange tijd niet gevlogd deze week. Ja jongens, vandaag is het papa dag. Vandaag blijft Aeden thuis. Ja, maar ik ga hem wel missen hoor. Niet liegen. Wat niet liegen? En ga je wel missen met mij niet? Nee, jou mis ik even niet. Voor jou krijg ik alleen mijn hoofdpijn. Papa is dat papa. Hey. Als ik met jou ben hoor ik... Ik heb honger, wat ga je voor me maken? Ik heb honger, kan je dit opruimen? Kan je dat opruimen? Kan je dit opwassen? Kan je dat opruimen? Ik ben niet te kopen, toch had ik eten voor je van. Ja, pizza. Oh, wat ben ik echt zo dankbaar. Dankjewel, schat. Ik was zo blij met die pizza. Zie je hoe ondankbaar vrouw. Echt, ik was zo blij met die pizza. Kan je hem neuspray geven? Ja. Iedereen is een beetje koud, dus geef hem nu neuspray. Nou, ik ben klaargemaakt. Precies op tijd om te vertrekken naar werk. Dus ik zie jullie straks als ik op werk ben. Ik heb eventjes mijn camera geswitcht. Want Davinio, die is mijn microfoon kwijtgeraakt. Ik wou net zeggen, ik zie gewoon een microfoon erop. Nee, dit is een andere camera. Ik weet niet of je het verschil ziet, maar deze is echt mega groot. Heb je gevonden? Nee, die heb ik niet gevonden. Die hebben we kwijtgeraakt. Die staat net zo vast, toch? Nou. Oh, waar ben je? Nou, ik ben nu op werk aangekomen. Haar ziet er ook helemaal niet meer uit. Ik heb een bakje eten meegenomen, because this bitch is getting fat again. Ik was zoveel afgevallen, maar alles is weer bijgekomen. Een hele goede. Had je niet geknipt? Nou, Youssef en Vonneke. Nee, oh nee, dit heb ik niet geknipt. Oh. Die andere, die op de oude, die heb ik geknipt. Oké. Hoe gaat het met jou? Nee, maar je ziet het toch hard voor weinig, nooit zagrijnig. We zijn er gewoon weer. En als ze me vragen voor de middagshow, dan ben ik altijd extra aan, ik zeg je eerlijk. Nou, je vraagt je misschien af, waar is Noordin? Of Noordin klinkt een beetje vreemd vandaag. Ja. Noordin die is weg naar Thailand, die is lekker backpacken met een vriend van hem. En dat had hij al zo lang gepland staan en had het ook wel even nodig hoor. Eventjes weg, hij heeft hard gewerkt. Hoe lang gaat hij? 3 weken. Wat heb jij meegemaakt vandaag? Wat is jouw nieuws van de dag? Vergeet mij. Nou, vrijdag was ik er niet. Dat komt omdat ik zo gestrest was. En ja, ik was zo gestrest, emotioneel. Ja, ik heb dus mijn zoontje laten besnijden vorige week. Zomaar heb je dit omgezet. Vind je huilen of niet? Nee, echt totaal niet. Hij heeft geen ene kikker gegeven. Toen hij zijn verdoving kreeg, toen heb ik hem een flesje gegeven. En hij gaf gewoon geen kick. Hij heeft niet gehuild. Je ziet gelijk van wie het kind is. Ja, echt. Ik heb een kleine gangstertje gemaakt. En die artsen zeiden ook van, wow, dat maak je niet vaak mee dat de baby gewoon geen kick geeft. Ja. Hij heeft het echt goed gedaan. Ik ben zo trots op hem. En hoe gaat het nu met hem? Want dat is, mensen hebben vaak een beeld van besnijden dat dat wel heel heftig is. Ja. Nou, ik dacht dus dat hij echt een hele lijpe opzwelling zou krijgen. Dat is ook niet gebeurd. Het zag allemaal gewoon netjes uit. Ik gebruik veel vaseline. En ja, de dag daarna was hij gewoon echt nog steeds hetzelfde. Maar ik vond het juist zo eng, omdat in mijn familie komt het niet voor, zeg maar, besnijdenis en zo. Dus voor mij is alles nieuw en daarom was ik nog meer gespannen. Ik vond het zo eng. Maar het zijn wel voordelen ook aan besnijden, hè? Ja. Hygiëne, dat soort dingen. Ja, precies. Dus ik ben blij dat ik het gedaan heb. Beter hoe eerder, hoe beter. Ik heb ook met die kleine van mij gedaan, echt. Ja. En dan, ze weten toch niks meer. Nee, gelukkig. Ja. Gelukkig. Echt. Ja, ik heb een jongen uit de buurt die... Ga ik dit vertellen? Die was 9 jaar, die was toen best wel laat besneden. En iedereen wist dat hij besneden was, omdat hij 2 weken lang, zeg maar, echt gewoon, zeg maar, zo beetje mank liep. Zo liep, ja. En sindsdien noemt iedereen hem besnijdenis. Dus, Nou, ik dacht mankenelis. Nee, nou, ik was vanochtend nog helemaal blaamte dat ik gezond ging eten, maar ik heb sushi besteld, dus... Ja, negeer mij gewoon als ik het heb over gezond eten. Gewoon eten joh, wat een gezond eten joh, gewoon eten man. Ja, dat kan jij zeggen, maar ik neem een paar happen en ik ben gelijk een paar kilo aangekomen. Ja, dacht je van niks. Het gaat in etappes hè. Ook bijna 90 kilo hier. Echt? Ja. Oh, dat zou je niet zeggen, 90 kilo. Dankjewel. Weet je, het is dikke mensen, dan zie je ook gewoon dat ze genieten van het leven. Ja, dat gaan we toch wel. Wat hoe noemen we het ook weer? Lievert en dik in de kist, dan hebben we een beetje gemist. Weer een baby. Lievert en dik in de kist, dan weer een feestje gemist. Het maakt niet uit, je hoeft hem zelf nog niet te dragen. Een hele goeiemorgen jongens, nou goeiemorgen kan ik het niet meer noemen. Ik heb totaal niet geslapen, iedereen heeft zoveel last van hoesten. En ja, ik ben met hem boven blijven slapen in de woonkamer, omdat het daar wat... kouder is dan hier beneden. Ja, onze slaapkamer is beneden. Gekke indeling van het huis. Maar ja, zijn hoest was zo heftig dat hij ook zoveel aan het hoesten was dat hij ervan moest huilen. Dus ik heb nu maar een afspraak gehad bij de huisarts. En daar ga ik nu naartoe. Het gaat super goed met Aeden. Ze zeiden wel dat ze een RS-virus niet uitsluit omdat het gewoon heel erg heerst. Maar... oh, schattie. Ik heb net hoestdrank gehaald voor Aeden. Oh, ik zie er echt monsterlijk uit. Ik heb net hoestdrank gehaald. Neusspray, zoutoplossing. You wanna dance? You wanna shake? Yeah! Maar ja, ik moet het dus even in de gaten houden. Vannacht heeft hij dus alle flesjes letterlijk met een spuitslag eruit gekotst. Dus als dat nu weer zo is, dan moet ik gewoon bellen. En dan krijgt hij heftigere medicatie dan een zoutoplossing. Dus ik hoop dat het, ja, die zoutoplossing werkt. Ik heb ook een humidifier besteld. Waardoor de lucht wat vochtiger wordt in zijn kamertje, want ik ben dus hierboven gaan slapen. Hij is gewoon heel erg verkouden. Dus zo zielig als hij wakker wordt van het hoesten en dan ook moet huilen. Zo zielig. Maar ja, hij is een sterke jongen. Dus dat komt helemaal goed. Nou, ik heb zo'n speentje besteld waar je eten in kan doen. En ik ben nu bezig met Aeden te laten wennen aan hapjes. Dus dit is echt zo'n speen die echt ideaal is. Ik ga hier denk ik gewoon fruit in doen. Want hij is sowieso bezig met veel kauwen en zo. Dus ik ga hier denk ik even... ja, misschien... Nee, framboos zit veel pitjes. Aardbeien of zo. Ik heb bes in de speen gedaan. Lekkere bessen, hè? Heb je nog besjes eten? Nou jongens, daar ben ik weer met mijn pakketje. Hij is eindelijk binnen. Ik had dus een paar leuke dingetjes besteld voor Aeden. Ik had een cadeaubon gekregen die echt super lief was dat heeft gehaald. En kon ik dus zelf een paar dingetjes uitkiezen voor Aeden. Ik heb zo'n schattige Ralph Lauren pakje. Kijk hoe cute. Nou, dit is nummer 1. Ik had ook nog... Even kijken hoor, dit is gewoon ook Ralph Lauren. Oh my god, echt zo schattig. Ik heb hem in 74 gehaald. Want hij heeft nu 62, 68. Dus ik dacht dan, ik kan die straks wanneer het echt koud is aan. En dit Nike pakje. Deze vond ik eigenlijk wel het leukste qua patroon. Kijk nou, ook in 74. Ja, deze is echt cute. Nou, ik heb net een hoestdrank gehad voor Aeden. Het gaat nog best wel... Ja, de avond is natuurlijk kouder, dus hij heeft nu wat meer last. En ja, de dag is er voorbij. Ik heb na lange tijd weer eens een keer make-up op. Want Robin was hier net met de kindjes. We hadden even een YouTube shorts gemaakt. En ik heb net ook eten gemaakt. Maar vandaag ga ik niks meer filmen. Ik ben ook niet naar werk gegaan, omdat Iedereen in de ochtend dus naar de huisarts gebracht. En ik denk dat ik gewoon even een filmpje ga kijken met Daf. Daf zit op de bank met Aeden. Dus ik zie jullie morgen weer. En ik heb dus zo'n ding gehaald. Ja, ja, dan zitten we in de trapcar. Hey. In de bendocar. Nou, we gaan nu eventjes gezellig ontbijten met Dima. Daf was veel te laat met de auto, wat een afspraak. En nu is hij gewoon weg met de auto. Hoor dit dan, doe dik. Die kwart. Rijdt hij gewoon iemand met een kwart in mijn wijk, joh. Het voelt gewoon illegaal om bij jou in de auto te zitten, weet je dat? Je rijdt echt als een of andere losgeslagen drijver, joh. Ik rijd super goed, maar maakt niet uit. Het enige wat nog mis is dat je stoel meer naar achter moet. Dat je zo rijdt. Kan je nog aan deze kant gebakken worden, alsjeblieft? Nee, hij is al heel goed doorgebakken hoor. Ja? Deze extra. Je bent te zeiken joh. Nee, maar echt. Ik weet gewoon zeg maar dat als ik hier nu met mijn broodje in ga, dat er nog een beetje zo oranje in is. Nee, helemaal niet. 100%? Oké. Thanks. Nou, gaan we echt testen. Nou, druk maar met je vinger erin. Ik weet zeker... Oh, hierin. Ik weet zeker... Oh mijn god. Ik nou echt een vinger in de camera. Ja, dat is niet normaal. Nou, wij zijn even bezig met een promo opnemen. Oké. Heb jij alleen soep? Wat zou ik ook alweer zeggen? Met soep pakken? We hebben allemaal soep. Nee. Maar als je met soep wil maken. Nee, ik wil foto maken. Oké. Wat ging ik ook weer zeggen? Oh ja, van het is niet erg om alleen te gaan. Het is niet erg om in je eentje te komen, maar er zijn veel dames die in hun eentje komen. Ja, en het is ook een kans om ja, nieuwe vrienden te leren kennen. Ja, oh, dat is wel goed, ja. Oké. Maar wat moet ik zeggen? Klik op de link of zo, dan zijn we klaar toch? Ik moet nog kijken. Oh. Toch? Maar, dat is genoeg toch? Wat ook, die klik op de link om je aan te melden. Ja, ga jij dan? Oh nee. Dan zeg jij dat, klik op de link om je aan te melden. Nee, maar ik moet ook zeggen dat ze elkaar van tevoren leren kennen. Hoe ga jij dat zeggen? Besmeerla. No, you know. Het leven met influencers, jongens. Ik wil niet eens op de foto, maar ik word gewoon geforceerd. We zijn nu even in Robin de winkel. Oh, ik dacht dat tegen wie praat je? Ja, ik kijk ook naar haar. Hi guys. Ja, ik dacht ze praat tegen jou. Hi guys. Welkom bij een nieuwe vlog. Wat een mooie mouw is dit, hè? Robin, zijn deze nieuw? Zijn deze nieuw? Nee. Nee, ik wil deze ringers. Nee, maar die zijn gewoon beter. Mooie abayas. Mooie abayas, 30 euro. 30 euro, abayas. Nou, als ik in Robins winkel ben, dan ben ik gewoon echt letterlijk heel dag dingen aan het passen. Kijk hoe mooi deze kleur bestaat. Miss Selman. Iemand is zo'n pie besteld. Kijk hoe schattig bij Dima is het vorige keer. Was de tennisbal. Ja, toen leek je op een tennisbal. Vorige keer had ze zoveel opgedaan, begon ik gewoon spontaan te huilen. Ik weet echt niet. Ja, allemaal ja, ik wil nu weer huilen, maar ik hou mijn tranen echt even in. Weet je bij wie ik dat ook had? Bij Nebil's zusje. Toen had ze het opgereikt, zei ik wil echt weten hoe het bij jou staat. Ik snap echt niet waarom ik om dat soort dingen huil, maar ja. Dima heeft kauwgom in de haar, waar zit het? Nee? Oh, daar. Ja, klopt. Eeuw, kijk. En dan vraagt ze nog, is het van een bekend iemand van een onbekend iemand? Dat het van mij is. Ja, het is van haar. Ze zegt, waarom eet je kauwgom in stinkjes? Zoals dat ik dat heb gedaan. Wie van jullie eet kauwgom? Niemand, alleen zij. Oh. Je ziet er ook suspicious uit. Nou, you looking questionable. Ik denk dat jij het bent. Jij bent wel de eerste die je verdacht had. Hij zit ook echt aanwezig daar, dat stukje kauwgom. Ik kan er niet veel in. Ik kan het wel voor je eruit trekken, maar dan gaat je steentjes er ook uit. Nou jongens, ik heb weer een paar dingen gekocht. Ik heb een zitje voor iedereen gehaald dat hij kan zitten. Want elke seconde op de bank zit, dan valt hij om. Dus ik heb een zitkussen voor hem gehaald. En een humidifier van Philips. Zodat de lucht meer bevochtig is, zodat ieder wat minder benauwderig is. Geen idee of het werkt. Ik ga het nu uittesten. Wacht, ik stoel is klaar. Oh, ik ben het opgeblazen. Mr. Aeden heeft ook zijn eigen tafel. Met zijn speelgoed eraan. En hier zit een spiegel die geluid maakt. Nou, die heb ik af. Ik wil hem gewoon wakker maken om te kijken of die erin kan zitten. Ik ben kapot, jongens. Oh mijn god, hij vindt zijn stoel echt geweldig. Kijk hoe schattig. Deze is een spiegel. Wat is dat? Hey jongens, ik zit in de auto's. Volgende dag. Ik ga nu werken en ik heb vandaag eigenlijk best wel goed geslapen. Maar juist omdat ik goed heb geslapen ben ik nu echt extra moe. Ik voel me ook echt niet goed. En ik ben eigenlijk, sinds ik ben begonnen met werken, nog steeds een beetje aan het kijken van hoe de fuck ga ik dit combineren. Ik heb echt het gevoel dat het gewoon niet te combineren valt. Ik vind het echt, ja, zwaar man. Echt. En ik moet niet eens zeuren, want ik werk van 4 tot 7. Ik ga om 2 uur de deur uit. En er zijn mensen die gewoon 9 tot 5 werken met meerdere kinderen. Maar ja, het zuigt echt mijn energie. What the fuck. Het voelt ook echt alsof ik aan het slaapwandelen ben, zeg maar. Dat gevoel dat het gewoon niet echt voelt, zeg maar, allemaal. Maar ik moet wel... Ja, ik weet niet. Ik weet gewoon echt niet wat ik moet doen. What the fuck. Ja, nou... Ik had mijn haar ook gedijsend. Dat wou ik nog ook laten zien, maar... Ik had net Aeden even naar de opvang gebracht. En alles is eruit gevlogen. Ja, ik ga nu naar de studio lopen. En dan zie ik jullie in de studio. Nou, ik wou dus naar de studio gaan met mijn vlogcamera, maar die is dus mega groot. En ik moet ook maar eten tillen van Evoodie. Ik ben hier echt blij mee, want ik heb gewoon ook geen tijd om eten te koken. Dus neem ik prepmeals mee naar mijn werk. Maar het lukt me dus niet om alles in mijn handen te tillen. Dus ik ga mijn vlogcamera in de auto laten. Dus als jullie weten, als ik nog iets ga filmen vandaag, ik zou zeggen blijf kijken. En ja, dan zie ik jullie straks. Nou jongens. Ik lig echt al heel de dag plat. Omdat ik gewoon zo fucking ziek ben. En ik heb allemaal steken in mijn zij en in mijn benen. En ik was naar een chiropractor gaan. Maar alles zit vol. Dus Daf heeft een massage voor me geregeld. Maar als ik zeg maar ademhoud, voel ik die steek. En het irriteert me zo erg. Het is echt niet normaal. Dus vandaag heb ik maar weer... werk afgezegd. Dus in twee weken ben ik gewoon 3 dagen niet gegaan. En dat is best wel erg. Ik vind dat echt erg. Want ik ga altijd naar werk. Zelfs als ik ziek ben. Maar ik merk gewoon dat mijn lichaam het niet meer aan kan. Mijn hoofd zegt ja, maar mijn lichaam zegt gewoon nee. En het maakt niet uit hoeveel ik slaap. Ik voel me gewoon elke dag duizelig. Oh. Nou, het is vandaag vrijdag. Dus mijn vlog komt online. Het is nu 2 uur. Om 6 uur moet hij online, dus ik heb nog genoeg de tijd om het te editen. Ik hoop dat ik jullie vrijdag weer zie, volgende week vrijdag, bij een nieuwe vlog. En vergeet natuurlijk niet te abonneren. That's it. Later.